Meneer Hokke, waarom willen ze u nou eigenlijk weg hebben? Nou kijk, ze willen hem per se niet weg hebben. Maar er kunnen natuurlijk alle vissers er niet op blijven vissen. Dat gaat helemaal niet. Want daar is het water te beperkt voor. Omdat de visserij van de kuppenvisserij en kuilvisserij enzovoort, dat vervalt. Dus dan wordt het enkel fuikenvisserij. En dan was ik de laatste jaren vanaf de Willemstad tot aan zeer toe was ik de enige fuikenvisser. Maar nou komen natuurlijk alles opdringen. Ja. Dus dat gaat niet. Dus dan hebben ze het zo gesteld, die er nou uit wil schaaien, die kan eruit schaaien. En die wil blijven vissen, die kan blijven vissen. En er zijn er, zover ik weet, maar vier die daarvoor die deur willen blijven vissen. En de rest, die zegt, stoppen dan maar. Nou bent u in 1926 als visser hier begonnen. Waarop werd toen gevist? Toen op de rivier? Nou ja, om te beginnen op spiering. Op aal, op bot. En dan had je in het voorjaar de vintenvisserij. En ook 's winters met de boten visten dan met netten op spiering. Hebt u wel eens iets bijzonders gevangen? Nou nee, bijzonders kan ik niet zeggen. Zo nu en dan is een zalm. Is dat een bijzonderheid, een zalm hier? Nou ja, tegenwoordig wel. In mijn tijd al, want toen was de zalmvisserij weer allemaal weg toen ik begon. Ja. Ja. Dus als je er vindt van, wel was er enkel de zalmen meer, heel wat meer, net na de oorlog. Toen was er goed zalm de rivier, maar veel jonge zalm. Nou praten ze wel eens over die goede oude tijd. Hoe lagen nou vroeger de verdiensten? Nou, dat zal ik je vertellen. Je kreeg natuurlijk niet veel voor de vis. Hey. In het allerdiepste, in het allerslechtste, kreeg je een centje of 10, 12, 15, 16, 17, hoger kwam er niet. Maar ja, toen kostte alles ook ontzettend veel minder, hè. Mm-hmm. Dat kun je wel nagaan. Dus zodoende hiepen niet zoveel te besommen. De mensen bijvoorbeeld in het land verdienden 12 gulden. Hey. En als je dan bijvoorbeeld 200 pond of 300 pond aal vond, en je had dan maar twee dubbeltjes door elkaar gerekend, ze hebben ze veronderstellen, niet waar, dik en dun. Nou ja, dan had je 60 gulden, dus dan lag je knap op. En de onkosten waren gering. Dan was u toch nog tevreden toen? Ja, ja zeker. Och ja, tevreden zijn mensen eigenlijk nooit, maar die begrijpen het wel. Ja. Toen kwam 1953, de tijd van de ramp. Ja. Heeft u daar nog herinneringen aan? Nou, wat bedoelt u? Nou, hoe ging het toen met de visserij? Heel slecht. Heel slecht, ja. Toen was het buitengewoon slecht het jaar. Dat is wel mijn slechtste jaar geweest dat ik ooit meegemaakt heb. Brein zout water heel de zomer. Nee, dus de aal die weer ziek. En er was heel weinig aal op de rivier. Botvisserij was ook niet best. Dus dat was een heel slecht jaar. Meneer Hokke, de uitvoering van het haringvlietcomplex is toch niet de enige oorzaak dat de vangsten zo terug zijn gelopen de laatste tijd? Nee meneer, helemaal niet. Want er zit hem ook volgens mijn inziens wel de slechte water. Want kijk eens hier, voordat ze het haringvliet gingen dichten, toen ging de visserij al terug. En dat is eigenlijk na de oorlog al lieverlee begonnen, een paar jaar na de oorlog. Door de afvoer van het slechte water dat je overal vandaan krijgt. En hoe lang denkt u nog zelf nog te blijven vissen? Nou ja, dat is daarna wanneer dan ze betalen. Daar gaat maar als dat nu persoonlijk ligt? Aan mij persoonlijk? Ja. Nou, kijk eens hier. Ik zou persoonlijk, had ik wel liever blijven vissen. Maar ja, aangezien mijn leeftijd, dat ik 66 jaar ben. Dan zei ik, nou ja, daar stop ik er maar mee. Mm-hmm. Als ik dan een patiëntje willen geven, vind ik mijn vrouw ook beter. Verslaggever was Herman Enning.